Op zondagochtend 24 augustus om ongeveer 4:15 komt er een noodoproep binnen bij de meldkamer. Er is brand bij het Temoil tankstation aan de Eerste Lieve de Keilaan in Eindhoven. En waarschijnlijk is die brand aangestoken. Het blijkt niet zomaar een brand te zijn. Het tankstation staat in lichterlaaien. De vlammen slaan metershoog de lucht in. Het blijft niet bij het tankstation, de vlammen slaan ook over naar een motorkledingzaak. Van veel huizen in de omgeving springen de ruiten. Alle bewoners van de flat erachter werden net op tijd geëvacueerd. Als de brandweer later was geweest, waren er zeker slachtoffers gevallen. Het is een wonder dat de andere huizen gespaard zijn door de enorme brand. Van het tankstation is niets meer over en ook de motorkledingzaak is totaal afgebrand. En de bewoners van de flat konden niet terug naar hun huis, want dat was te gevaarlijk. Niet meer terug betekent nooit meer terug. De flat bleek zo aangetast door de brand dat het hele gebouw gesloopt moest worden. Veel bewoners zijn alles kwijt en zijn inmiddels elders ondergebracht. In het onderzoek naar deze brand hebben we een aantal specifieke vragen. En de eerste gaat over een man die gezien is tussen de geparkeerde auto's hier aan de Wagenmakerstraat. Een donkere man van een jaar of 25. Hij had een capuchon op en stond heel stil naar de brand te kijken, met zijn handen in zijn zakken. De politie wil heel graag weten wie dit kan zijn geweest. Al was het maar om uit te sluiten dat hij er misschien iets mee te maken heeft. Voor de brand is er ook al iemand gezien. Een man van ongeveer 20 tot 25 jaar oud, ongeveer 1,75 lang, en die stak hier de Bisschop Beckerslaan over met iets in zijn handen dat leek op een jerrycan. En hij kwam vanuit de richting van de Echternachtlaan. Hij heeft kort zwart stekelhaar en hij droeg een donkere heupjas met een kraag en hij zag er verder verzorgd uit. En ook hier geldt weer, wie is dit? Wie heeft die man misschien hier ook gezien? En wij willen natuurlijk heel graag uit kunnen sluiten of deze man iets met de brand te maken heeft. Er waren zoveel toeschouwers bij de brand dat de politie zeker niet iedereen gesproken kan hebben. Dus is u iets opgevallen, ook in de uren voor de brand, bel dan. Heeft u zelf beelden gemaakt, deel die dan met de politie en help zo deze zaak mee op te lossen. Voor de gouden tip ligt een beloning klaar. Naast de tiplijn en anoniem kunt u rechtstreeks bellen met het team Nationale Criminele Inlichtingen op 079-345-8999.